Ik heb de software eerst aangekocht, omdat ik de software volledig onder de knie wou krijgen. En dan pas overging naar de CNC, omdat ik denk, als je de CNC aankoopt en dan de software, dat het te veel in één keer is, zodat het te moeilijk wordt voor de aansturing naar de machine eigenlijk uit te voeren. Bij de aankoop van de tweedehands BHX CNC machine kun je ook de service bijkrijgen van Vijns en Tiers uit, die als er een probleem is, dat die ook direct kan verholpen worden. De investering van de BHX is zeker de moeite waard, omdat er nu efficiënter, sneller en nauwkeuriger gewerkt wordt. De investering is het zeker waard, omdat wij zijn van mening geweest van altijd eerst te groeien met machines, omdat dat dan een zekerheid is, dat die ook op termijn afgeschreven worden, dat dat eigenlijk een nulkost wordt in ons opzicht. Plus de vraag was er ook van de klanten uit van meer maatwerk, meer dingen die wij niet meer konden doen met de handgereedschap. Of we moesten naar externe partijen gaan inkopen, waar we eigenlijk geen vat meer hadden op het werk. En wij willen ook snel kunnen reageren. Pak nu dat iemand een kastje wil dat in de planning past, dat wij eigenlijk op één dag van tekening naar productie kunnen leveren. Opleiding is een belangrijke steunpaal in heel het verhaal. We kunnen dat eigenlijk op verschillende manieren gaan belichten. Enerzijds hebben we de opleidingen die gegeven worden aan de klanten en anderzijds hebben we ook de interne opleidingen die we geven aan ons personeel. Een mogelijkheid is ook dat zo'n mentor eigenlijk inschat waar liggen de noden bij techniekers en die tracht in te vullen eigenlijk aan de hand van een interne opleiding. Als we kijken naar het verhaal van de klant, kan een klant zowel een theoretische opleiding volgen bij ons in ons leslokaal. Anderzijds hebben wij ook de mogelijkheid om een opleiding ter plaatse bij de klant te gaan geven aan zijn machine zelf. Of zoals we hier zien, bij ons in de toonzaal kunnen wij ook perfect opleidingen aanbieden. Wij hebben geïnvesteerd in een 5-assige CNC. En dan meer dat wij opleiding volgen bij Vijns en Tiers, 2 dagen. Bijna geplaatst worden eigenlijk bij ons. Dus dan meer dat we even van tevoren komen voor opleiding te volgen. Door het feit dat we goede voorbereiding hebben, kunnen we natuurlijk nu heel vlot gaan uitvoeren en gaan uitwerken. Dus alles wordt hierboven voorgeprogrammeerd. En de automatisatie naar het machinepark is veel vlotter. We hebben geen plannen meer nodig beneden in de machinezaal. Alles wordt eigenlijk via bril gestuurd. Ook bij ons, met ons nieuwe ERP-systeem, de technicus die onderweg zijn, in plaats van papier en werkballen, zijn overgeschakeld, wij noemen dat X-Road. Dat is een soort tablet waar dat digitaal alles wordt doorgegeven via de planning. Dus de techniker of technici zien van op hun tablet direct welke interventie dat ze moeten uitvoeren. De dag voordien weten ze de dag nadien waar ze naartoe moeten, naar welke kant. Dus het wordt allemaal digitaal doorgegeven. En ook na het werk of na de interventie wordt dan ook digitaal afgetekend door de klant. Dus in onze stuktaal 1 installatie is het zeer belangrijk dat we uniformiteit hebben van sturing en aansturing van de machines. Dat hebben we bij HOMA gevonden. We zijn al jaren vertrouwd met Woodwop als programmatiesysteem voor onze CNC-machines. En dat is nu in feite in deze installatie verder uitgebouwd. Dus de huidige investering hebben wij gespreid over een 6 à 7 jaar. Dus we zijn aangevangen met het verbeteren van de zaaginstallatie, met daar dan de koppeling naar een nieuwe kantenlijmer die een enkelzijdige machine was, in plaats van waar we vroeger een dubbelzijdige hadden. Met de bedoeling om doorlooptijden en buffers tussen de machines te gaan vermijden. Het sluitstuk van de installatie is nu de nieuwe boorinstallatie die ook weer gekoppeld is dan aan de kantenlijmer.